Sowieso voordat we beginnen, abonneer aan het kanaal. Hey, dankjewel om te klikken op deze video. Sowieso, I appreciate that. Dat apprecieer ik, man. Sowieso like deze video ook al. Hey, je kent de procedure. En als je echt love wilt showen, dan ga je hem ook volgen op social media. Op Instagram is dat Church, dezelfde gebruikersnaam. En op TikTok is dat ChurchNL. Spreekt voor zichzelf. Je ziet de titel van de video. We gaan het hebben over een paar zaken die je als man zijn die gewoon privé moet houden. Luister, sommige dingen. Ik weet dat het leuk is om bepaalde dingen te vertellen. Ik weet dat je soms nood hebt om tegen iemand te praten, et cetera, et cetera. Maar yo, deze zaken die ik nu eventjes ga aanhalen. Broeder, hou die dingen gewoon voor jezelf. Wij willen dat niet weten. Wij moeten dat niet weten. En als je dat vertelt tegen andere mensen, dan ga je jezelf gewoon... Dan ga je jezelf gewoon naaien, bro. Dus hey, blijf bij sowieso. En elk puntje is super belangrijk. Dus ja, er is geen bepaalde volgorde of zo. Blijf erbij tot het einde, want het is gewoon echt cruciale en interessante informatie. Dus we gaan er hier aan beginnen. Ik heb het hier staan. Het eerste puntje waarover ik het ga hebben is gewoon je doelstellingen en je plannen. Bro, ik weet dat je ineens een motivatiekick hebt gekregen. Ik weet dat je ineens denkt van, yo, I'm the man. Yo, ik heb een ziek plan. Ik heb een win. Ik heb hier een bom zitten. Als deze bom afgaat, yo, viraal. Als dit werkt, yo, miljonair. Bro, ik heb een plan, man. Ik heb een plan, bro. Niet doen, man. Hou die dingen voor jezelf. Je kent die quote. Work hard in silence and let the success make the noise. In het Nederlands is dat dan, werk hard in stilte. Doe wat je moet doen, broeder. Praat minder, ga minder praten. We willen niet die kwak, 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 kwak horen. We willen die cijfers zien stijgen, snap je wat ik bedoel? We willen niet weten wat je gaat doen, laat het ons zien. Ik wil niet dat je het mij vertelt, bro. Laat mij zien wat je wil. Laat me zien wat je gaat doen. Niet te veel praten. Niet zeggen van, yo, vanaf volgende week begin ik met de gym. Nee, broer. Stuur mij gewoon die pika als je bent aan het benchpressen. Dankjewel. Stuur me die pik als je aan de ingang bent van de gym. Dankjewel. Ik wil niet weten van, yo bro, het is nu zaterdag, vanaf maandag begin ik. Hoe vaak krijg ik die berichten in mijn DM's? Yo dit, yo bro, wat moet ik doen, et cetera, et cetera. Dan vraag ik van, yo, wat heb je al gedaan? Ja, niks, ik ga nu beginnen. Ja, ik wil niet met jou praten dan. Begrijp je wat ik bedoel? Eén keer kan het. Maar hoeveel mensen zeggen van, yo, ik wil samen trainen. Yo, ik heb die fout al gemaakt. Dan ga ik trainen met die mensen. Eén keer steek ik daar moeite in. Willen ze niet meer komen opdagen. Geen motivatie meer. Yo. Ik zie jullie. Snap je? Maar dus terug naar het puntje. Praat niet over jouw doelstelling. Praat niet over jouw plannen. Want ook een ding is. Je hebt zoveel misgunners in deze wereld. Mensen gaan luisteren naar wat je te zeggen hebt. Gaan ze zeggen. Oh damn. Oh, dit is een goed idee. Gaan ze ineens jouw idee pakken. Gaan het zelf doen. Misgunners, die zijn er. Je wil niet luisteren. Je denkt gewoon dat je goede mensen rondom jou hebt. Ja, ik kan ze vertrouwen. Yo, op het einde van de dag kan je niemand vertrouwen, broeder. Anyway, natuurlijk, het is belangrijk als man zijn dat je een cirkel rond jou hebt van mensen die je wel kan vertrouwen, natuurlijk. Of dat nu familie is, of dat nu een paar boys zijn die je kent. Hey, kan en is noodzakelijk. Dus dat is aan jou om echt die goede filter te maken. Van okay, is dit iemand die effectief het beste voor me wil? Of is het iemand die gewoon echt gewoon komt bloedzuigen? Dus dat is aan jou om scherp te zijn. Maar yo, jouw plannen, jouw doelstellingen, niet over praten. Hou dit voor jezelf, werk hard in stilte en laat de cijfers voor zichzelf praten. Puntje nummer 2, jouw financiële situatie. Jouw financiële situatie. Bro, ik denk dat het een van de meest privé dingen is dat je kan hebben. Jouw financiële situatie. Die boys die naar mij komen en zeggen van, yo bro, hey. Vorige week, man, ik heb iets diks gehaald, man. Of willen ze komen laten zien, zo van, yo, hey, yo, kijk hier, kijk wat er op mijn rekening is gestort geweest. Dus jij laat gewoon jouw zichtrekening, je laat gewoon je geld aan mij zien. Je hebt geluk dat ik een goed persoon ben. Maar yo, ga niet zomaar jouw financiële situatie delen met Jan en alle man. Waarom doe je die dingen, broer? Niet doen, snap je? Ik bedoel, ook al ben je trots op je geld. Als je wilt, stel je voor dat je een dikke bom hebt geslaan. Stel je voor dat er iets is gebeurd, waardoor je ineens bakken geld hebt gemaakt. Hey, als je wilt gaan flexen, als je die watcha wilt gaan halen, als je die waggie wilt rijden, doe. Snap je? Ik bedoel, als je het kan veroorloven, go for it. Geniet ervan. Maar ga niet zomaar zitten zo van, yo bro, ik pak dit man. Ja, oh boy, ik ben nu met dit bezig, ik pak zoveel dit en dat. Dit. Nogmaals, kom terug op die misgunners. Vertrouw mensen niet zomaar, begrijp je? Niet doen, snap je? Maak je geld, sowieso. Wees fresh, wees fit. Fresh en fit. Wees fresh, wees fit, sowieso. Snap je wat ik bedoel? Maar hey,
niet te veel praten. In het algemeen als man zijnde, praat niet te veel. Praat niet te veel. Hou de woorden die je vertelt. Hetzelfde als je tegen een chick praat en zo. Praat niet te veel. Snap je wat ik bedoel? Less is more. Dat betekent hoe minder, hoe meer eigenlijk. Hoe minder je zegt, hoe meer waarde dat je woorden hebben. Begrijp je wat ik bedoel? En natuurlijk, ik ben niet het beste voorbeeld, want ik ben de hele tijd aan het praten hier. Maar je snapt het punt dat ik wil maken. Dit is voor jou dat ik dat zeg, bro. Anyway, financiële situatie, hou die dingen voor jezelf. Want mensen gaan echt in je zakken zitten. Als mensen zien dat jij die money hebt, je gaat zien hoe mensen gaan switchen. Yo, bro, hey. Ja, man, ik heb het nu niet, man. Kan je me goed zetten? Yo, bro, je bent op restaurant, yo. Mensen verwachten van jou dat jij de kaart gaat bovenhalen. Yo, hey. Sinds wanneer ben je een chick geworden, bro? Ik ga niet zomaar voor jou betalen, man. 1 keer is goed, jij hebt de volgende keer, we got it. Maar zomaar gaan we samen iets eten onder boys en ineens is dit geswitcht in een date? Want jij wilt dat ik voor jou betaal constant omdat je weet dat ik het heb? Yo, broeder. Nee, man. Echt niet. Volgende puntje. Ik heb hier geschreven, angsten en zwakke punten, spreekt ook voor zichzelf. Dus een kort, ga ik niet te veel over praten, maar angsten en zwakke punten, snap je wat ik bedoel? Elke man heeft sowieso nood aan kunnen praten, kunnen zeg maar venten bij iemand. Snap je wat ik bedoel? Kunnen vertellen van, oh, ik voel me niet zo lekker vandaag, of ik voel dit, of ik ben een beetje onzeker, of dit of dat. Snap je wat ik bedoel? Dat is normaal, snap je? Je bent een mens. Dat is normaal dat je die dingen voelt. En dat is normaal dat je erover wilt kunnen praten met iemand. En ik raad je ook aan om iemand te hebben, om daarover te kunnen praten. En daarmee bedoel ik niet jouw chick. Alsjeblieft, ga niet over jouw gevoelens praten met jouw chick, want je bent jezelf echt aan het naaien, bro. Echt waar. En die dames gaan in de comments zitten. Of die dames gaan zeggen van, wat de hel zit jij dit en dat, in een goede relatie, dit en dat, dit en dat. Niet doen, bro. Vertrouw mij hierop. Niet doen. Misschien op langere termijn. Zelf dan. Snap ik bedoel? Als je een goede chick hebt, ja. Dus weet je, kijk, doe ermee wat je wilt. Maar ik zeg het jou gewoon. Als jij erover wil praten met jouw chick en je ziet dat het goed gaat, good for you. Maar ik ben er geen voorstander van. Dus anyway, zwakke punten en angsten. Dat is wat ik zei. Waarom moet je die dingen niet aan iedereen vertellen? Gewoon omdat mensen dat tegen jou kunnen gebruiken. In het begin is het, en dat komt misschien ook terug. Dat sluit misschien aan wat ik zei over die chick, et cetera, et cetera. In het begin, als mensen het beste voor jou voor hebben, dan is het allemaal goed en wel. Gaan mensen jou willen helpen? Gaan mensen dit en dat en dat? Maar op het moment dat je niet meer doet wat zij van jou verwachten, het moment dat je niet meer dezelfde guy bent voor jouw chick, het moment dat jouw chick jouw beu is, of het moment dat je de fout in gaat, hey, geloof mij, al die dingen, al die zwakke punten, al die angsten die je hebt, worden tegen jou gebruikt, broeder. Ik zeg het jou, maar je wilt niet luisteren. Maar ik zeg het jou hier. Let op. Zoek jezelf een goede vriendengroep of fam, bro, neef, oom, whatever. Dat kies je zelf. Snap je wat ik bedoel? Zoek jezelf een paar mensen tegen wie je kan praten, bij wie je jezelf kwetsbaar kunt openstellen, omdat je weet van oké, op geen enkel moment gaan die mensen mij naaien. Snap je wat ik bedoel? Als man zijn is het belangrijk om die mensen te hebben in jouw leven. Laat dit bezinken. Volgend punt hier. Familiale struggles. Sluit eigenlijk ook een beetje aan bij het vorige punt dat ik was aan het zeggen. Zwakke punten en angsten. Familiale struggles, bro. Nee. Niemand cared, bro. Niemand cared. Moest je een chick zijn, kan het wel dat mensen caren. Oh, is jammer. Oh, dit of dat. Als man zijnde, broer. Als jij familiale struggles hebt. Ik ben aan het zoeken naar iemand die cared. Niemand cared, bro. Misschien cared je moeder, maar bon, ja, zij hoort bij die familie. Dus ja, daar ga je veel mee opschieten. Zoek jezelf, boys. Zoek jezelf, mannen. Of ja, dat kan ook zijn, misschien een oma of whatever, whatever. Zoek jezelf iemand, niet jouw chick, tegen wie je zulke dingen kan vertellen. En geloof mij, als chick zijnde is dat anders, snap je wat ik bedoel? Maar als guy zijnde, bro, die dingen worden tegen jou gebruikt als je het vertelt tegen de verkeerde mensen. En dat heeft niks te maken met, oh, ik ben insecure en ik ben onzeker en ik ben bang of dit of dat. Of ik geloof niet in liefde. Geloof mij, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Helemaal niks. Maar het is gewoon, hey, mensen, en zeker, stel je voor dat je succesvol begint te worden in jouw leven. Bro, alles wordt tegen jou gebruikt. Alles wordt tegen jou gebruikt. Elk zwak punt dat je hebt, wordt geëxploiteerd, zoals ze zeggen. Het wordt ontleed en ze gaan daarop beginnen hameren. Mensen die close bij jou waren, gaan ineens switchen, bro.
switchen op jou en jou echt raken op die plek waar je zwakke punt is. Wees voorzichtig met die dingen. Hou bepaalde dingen voor jezelf. Oh, alleszins gaat het niet van de dagen schreeuwen. Dagen van social media. Iedereen wil altijd alles posten. Oh, I'm feeling happy. Oh, ik voel me ongelukkig. Oh, dit. Bro, yo. Filter die dingen. Snap je wat ik bedoel? Een laatste die ik nog wou zeggen. Last but not least, eigenlijk kan je zeggen. Je liefdesleven. Dat is een delicate. Snap je wat ik bedoel? Is niet zwart op wit, maar je liefdesleven, bro. Hou die dingen relaxed. Hou die dingen on the low. Ik ben niet aan het zeggen dat je chick niet mag posten. Alright? En omgekeerd. Je zegt niet dat je boyfriend niet mag posten. Dat is niet wat ik zeg. Maar, yo, hou die dingen rustig. Want mensen zijn jaloers. Mensen zijn jaloers. Mensen zien jou. Als jij jouw chick post en jouw chick ziet er goed uit. Er zijn boys die loeren om de hoek. Er zijn boys die sliden in jouw chick DM's. En dan moet je je chick maar vertrouwen, bro. Dan moet je die chick maar vertrouwen. Maar er zijn mensen die loeren. Er zijn mensen die misgunnen. Snap je wat ik bedoel? Je weet niet. Je weet het niet. Snap je wat ik bedoel? En als je het niet weet, kan je niet zomaar jouw energie de buitenwereld insturen. Want mensen... Of kan je niet zomaar jouw privé en jouw gevoelige dingen de buitenwereld insturen. Omdat je niet weet wie die dingen oppikt en wie die dingen tegen jou kan gebruiken. Als je chick wil posten, by all means, doe je ding. Wees trots op je chickie. Als je chickie er zo uitziet, wees trots. Als je chickie er goed uitziet, wees trots. Sowieso. Maar let op. Eerst post je foto's. Maand later verwijder je al die foto's. Daarna gaan er weer foto's bij. Daarna heb je een rare caption. Mensen gaan die oppikken en gaan zien van... Yo, wat is hier aan de hand? Het is niet zo stabiel. Snap je wat ik bedoel? Andere hongerige boys gaan zo zeggen. Het is precies mijn beurt. Bespaar je al die stress. Hou dingen rustig. Hou dingen on the low. En regel die dingen onder elkaar. Anyway... Grotendeels ja, dat is een beetje wat ik wou zeggen hier nu. En zoals jullie weten, ik doe mee aan X on the Beach Double Dutch seizoen 8. Ik hoor bij de originals sowieso ja, kijken sowieso. En say less, snap je? Zoals ik zei, of zoals ik al vaker heb gezegd in die post ook. We gaan niet te veel praten, gewoon kijken zodat je erbij bent. Is lit! Ja, maar boys, hey, denk erover na, snap je? Ik bedoel, hey, zoek een goed team rond jou, maar voor de rest hou die dingen privé. Ga niet zomaar dingen naar iedereen zeggen. Financiële situatie, liefdesleven, jouw plannen en doelstellingen. Bro, hou die dingen on the low. En dan ga je zelf veel hoofdpijn en veel stress en veel onverwachte aanvallen van mensen besparen. Geloof mij dat. Ik hou van jullie, één voor één, sowieso. Niet vergeten, hey, abonneer als je nog niet hebt gedaan. En like deze video ook. Dat is elkaar voor de volgende video. Ciao, ciao, thanks.